Maximaal Live. Elke zondagavond. Het ritme van de Achterhoek. Het is wel heel mooi, Sib, hè? Dacht ik ook, of niet? Wat verdikkie. Van een nieuwe cd van Waylon en Ilse de Lange. Ja. De Common Linnets. Alleen, Hungry Hands. Ik was te laat. Ik was te laat. Was uitverkocht. Ja, het is tuurlijk. Te laat. Ja, cd's goed verkocht. Ja. Nu al? Ja, nu al. Ja. Nu al. Niet meer te krijgen. Zo. Is wel zeggen ze. Oh, prestatie. Ja, ja toch? Vind ik ook. Zeker weten. Maar goed, het is zondag 18 mei en we gaan we beginnen eigenlijk met een drieluik, zeg maar. Ja. En dat gaat over Sanazari. Sarazani. Moeilijk, hè? Ja. Sarazani. Ja, doet me aan het circus denken. Ja, daar was ook een circus vroeger. Oh, nee, dat klopt ook wel. Die meneer die de beroemde boerderij op Texel had, dat was al een paar jaar eerder als bijvoorbeeld Paradiso. Daar traden dus in de zomermaanden elke avond bands op. En die meneer die kwam uit het circus. Alleen dat circus schreef je met twee R'en. Dus Sarazani, en zo staat het ook nog op de boerderij. En
toen hij zich op Texel vestigde en een boerderij kocht, toen heeft hij die naam erop gedaan als Ode. Hij was motorrijder in zo'n rond ding, ik weet niet hoe dat heet. En Sarrazzani had dus een dubbele R, maar layout-technisch vonden de oprichters van Sarrazzani in 1966 dat het slechts met één R moest. Ja, wat ze in de neem zou zeggen. Maar dat is dus Peter Groeskamp die nou net hoort, hè? Precies. Ik bedoel maar even. Ik ben weer even terug. Peter weet alles namelijk. Peter weet alles. Peter is daar vroeger vaak geweest, dus Peter kan alles daarover vertellen. Daarom gaan we het anders aanpakken vandaag. Peter gaat de interviews doen met de gasten, want we hebben hele leuke gasten. En Peter gaat de gasten voorstellen. Ja, ik grijp alleen in wanneer de gesprekken te lang duren en we te weinig muziek kunnen draaien. Nou, we hebben als gast Ellen McFarlane. Die kennen we natuurlijk van Hank the Knife en de Jets en van Moon, dat was zelfs nog eerder. En waarschijnlijk ook van Long to Learning, of niet? Ja, ook van Long to Learning. Ja. Zeker. Ja. Ook nog ingespeeld. En we hebben Dick Kemper en die kennen we natuurlijk van zijn SNK-studio uit Doetinchem. En jij heeft ook in een hele beroemde band gespeeld en dat was Threshold. Onder en Van den Bergen, uiteraard. Vandenburg. Ja. Vandenburg. Met Urk. Ellen, wat kun jij je nog herinneren van Sarrazzani, want jullie zijn in 1971 daar huisorkest geweest met de band Moon. Ja, dat klopt. Nou, het jaar daarvoor hadden we ook al, en het jaar daarvoor trouwens ook al een keer met Moon daar gespeeld. Dus de laatste keer was dan solo, zeg maar, op 1970. En dat is kennelijk goed bevallen, want toen zeiden ze van, via het management dan, van kunnen jullie volgend jaar huisorkest zijn? Nou, dat leek ons wel wat. Gezien het aantal optredens, ik geloof dat we er 22 hebben gedaan. Zo. Daar leer je een hoop van. Toen wij klaar waren aan het eind van het seizoen, kon je wel zeggen, dat zijn beroepsmuzikanten. Want als je bijna elke avond moet spelen. Weekenden gingen we dan weg, want er kwamen de grote acts uit die tijd. Maar ja, dan hadden wij weer optredens op het vasteland, zeg maar. Dus wij speelden eigenlijk 5 dagen in de week. Ja, daar leer je iets van. Maar ja. Speelden jullie daar ook voorprogramma's van grote bands? Of alleen avonden alleen? Wij speelden alleen maar door de weekse avonden. Bijna alleen maar door de weekse avonden. Tenzij er eens een keer, dat is ook een keer gebeurd, de vrijdagavond een act uitviel. Nou ja, we waren er toch, dus vulden wij dat op. Maar nooit het voorprogramma van een topact? Kan ik me niet herinneren, eerlijk gezegd. Nee, want dan waren wij meestal het eiland af. Dat was altijd, op topacts kwamen altijd vrijdag, zaterdag en zondag. En dan waren wij weg. En hoe was dat bij Threshold Dick in 1973, dus 2 jaar later? Nou, wij waren gewoon een voorprogramma band, als het ware. Ja, het opgespeeld was zelf natuurlijk zonder een hoofdband. Maar meestal speelden we als voorprogramma. Althans, meestal. Nee, de 50-50 was eigenlijk zo'n beetje. En op zich, ik heb daar heel veel geleerd. Ik was toen net 17 jaar. Ja. En ja, dat was voor mij wel de, hoe heet dat, de intree of mijn, om beroepsmuzikant te worden in ieder geval. En wat voor een bands waren er toen in 1973? Kayak, Earth Fire, Colin Blindstone, Hawkwind. Ook Engelse bands. Ja, heel veel, ja. En bij jou, Ellen? Focus, Earring, ja, die bands. Outsiders geloof ik ook nog. 71, ja, dat zou kunnen. Ja, dat was het. En de rest was een beetje wat hij net zegt. Die hebben wij al 2 jaar daarvoor ook gehad. Wat was nou het bijzondere aan die popboerderij? Je kon natuurlijk niet van het eiland af. Je moest er blijven slapen. Ja. Ik heb van Dick gehoord dat de voorzieningen qua douchen en dat soort dingen, die waren er geloof ik niet. Dat is een. Ik weet wel, zaten jullie ook in de Kaapstraat? Nou, we zaten gewoon in het gebouw zelf, of met een gedeelte erbij. Ik moet zeggen, douchen kan ik inderdaad niet herinneren. Ik weet wel, toen ik thuis kwam, dacht ik van, ik woon in een paleis. Dus ik heb me nagaan. In die harslucht daar kon je toch niet merken of je gedoucht was of niet. Gewoon wassen, je kon je een beetje scheren en verder moest je maar tevreden zijn. Ja. Klaar. Nee, wij sliepen toen in de Kaapstraat. Daar hadden we een garage geweest of wat dan ook. Daar stonden een stuk of 4 bedden. En daartegenover stond een klein huisje. Daar zaten de jongens die bij ons bloden. En de bierdrinkers zaten in de grote ruimte, zeg maar. Toen was er al een afscheiding. Jongens, we gaan naar muziek. Ja. Tijd voor muziek. Dan zou ik zeggen, dan moeten we eens gaan luisteren naar iets van Moon. Ellen, hoe heet het liedje? Nou, we hebben vele plaatjes gemaakt. Maar dit is eigenlijk het meest representatieve voor wat wij deden. En dat nummer heet Ruby. Drives you mad, a girl like
Ruby van Moon. Ellen, ben je er rijk van geworden van dit lied? Nee, van dit lied zeer zeker niet, nee. Daar ben ik niet wijzer van geworden. Optredens heeft dat wel opgeleverd natuurlijk, ongetwijfeld. Ja. Maar dit is nooit een hit geweest. We hebben één keer, hoor ik net, want dat was ik alweer vergeten, we hebben één keer een hit gemaakt met Moon. Dat was onze tweede single, die heette Health of Freedom. Wij vonden het allemaal vreselijk en smerig commercieel. Trouwens, Ruby kon er ook wat van. Ja. Maar daar hebben we het, in Zweden had je twee top 40's of zo. En in één van die twee hebben we geloof ik nummer 2 gestaan. Maar we zijn nooit in Zweden geweest. Opmerkelijk. Nee, ja, nou ja, dat kan gebeuren. Ja, tegenwoordig gaat het iets makkelijker met MTV. En dan weet de hele wereld het in één keer. Of Spotify. Ja, maar dat was vroeger nog niet zo. Nee. Dan kwam de platenboer nog gewoon in met karretje de straat in rijden. Ja. Dat was de tijd van de houten gulden. Moon heeft begin jaren 70 ook meegedaan met het schaap met de 5 poten. Ja, ja. Kun je daar wat over vertellen? Hoe was dat? Nou, hoe we daar eigenlijk terecht zijn gekomen, dat weet ik niet precies. Maar dat zal wel via onze producer toen zijn geweest. Dat was in die tijd Hans van Hemert. En die had zijn connecties natuurlijk. En misschien zat Paarbal in die uitzendingen, dat weet ik niet meer precies. Maar dan mochten wij onder een andere naam weliswaar. Terwijl je op de clip kijkt, zie je heel duidelijk Moon staan. Maar daar stonden wij als de USA, de unisex ambassadors. En toen mochten wij dus het liedje Het zal je kind maar wezen, mochten wij toen begeleiden op de achtergrond. Ah, is leuk. De clip staat nu op je YouTube, dus mooi. Leuk om te zien. Maar jullie speelden werkelijk te plekken nee, live? Nee, het was playback. Was gewoon playback? Ja, we hadden niks met dat nummer te maken eigenlijk. Dat was ook helemaal niet onze stijl natuurlijk. Maar er moest een bandje staan. Ja, toen kozen ze toevallig voor ons. Wat grappig. Ja. En wanneer is Moon ophouden te bestaan? Ik geloof, vroeger was het dat de eerst Moon trad op. Ja. En daarna deden jullie de haren met brilcream naar achter. En ben je gek? Gewoon met water. Oh, met water. Ja. En toen werd het Long to Learn in de shakers. Toen werd het Long to Learn in de shakers. Nou, dat is een lang verhaal. Ik zal het zo kort mogelijk vertellen. Henk Bruisten, Henk de Knife dus, en Arnie Treffers, Long to Learn, die waren samen allemaal bezig met allerlei projectjes. Ze hadden een smartlappen groepje geformeerd. Ze hadden een groep Arnhem hadden ze geformeerd. En ze hadden Long to Learn in de shakers rock'n'roll band. En daarnaast dus Moon. Gewoon kijken wie het meeste succes had. En toevallig werd dat Long to Learn in de Shakers. En toen was het van, ja, dan moeten we daarmee gaan optreden. Maar welke band zullen we daarvoor nemen? Ja, toen lag Moon natuurlijk heel erg voor de hand. Dus toen hadden wij de gouden truc van, we gaan dan ons eigen voorprogramma spelen. Daarna kwam Long to Learn en daar kwam alleen Henk Bruister als bassist bij. En
En dan was het optreden. En niemand had dat in de gaten in die tijd. Dat het precies dezelfde mensen waren. Ik heb ze nog vaak gezien. Ik vond het een geweldige band, hoor. Ja, Te Borg, hè, 1972. Ja, om maar even onze regio te ook houden. In de GSGD in Doetinchem. Dat was een middelbare school. Oké, okay, ja, ja. Heb ik jullie nog als Moon en daarna als Long Twin Circus. Ja. Maar dat was geweldig. Met die versterkers even verdraaid. Of weer verschoven. Alleen Henk de Nijvel kwam erbij. Ja. Moet ja, zeggen, ja. Ik vond het een hele goede band, hoor. Ja, het was leuk. Ja. Ja, het show was vooral goed. Hè? Ja, muzikaal zullen we het niet over hebben, maar het was rock'n'roll. En het viel net in een tijd dat er een soort malaise was in de popmuziek. En vooral in Nederland ook. En wij kwamen met zo'n rock'n'roll plaatje aanzetten. En dat werd in één keer opgepakt door de discjockey. En terecht. Ja. Hebben we die plaat? Nee, we hebben niks van Long Term Unie bij ons. Oh, dat is wel jammer. Ja. Nou ja, in 1977 hebben ze natuurlijk een enorme hit gehad met Do You Remember. Maar was jij er toen nog bij, Ellen? Dat is ook een verhaal apart. In 1975 kregen wij als producer de wereldberoemde Jaap Egmond. Ja. De man van Stars on 45. Ja. Toen hij bij ons begon, dat was met het nummer, maakt niet uit. Toen zei hij van, ik ga met jullie een rock'n'roll medley opnemen. Nou, zei Arnie, dat gaat dus niet gebeuren. Want Arnie wilde alleen maar eigen nummers hebben. Toen maakten wij twee keer achter elkaar een niet zo grote hit. Een beetje flops, zeg maar, bijna. En toen zei hij, en nou gaan we die medley opnemen. Zeg Ellen, je hebt toch veel platen uit de rock'n'roll periode? Ja, die hebben. Zoek jij eens wat nummers uit. Dus ik heb netjes met twee cassette recorders en een platenspeler een aantal nummers achter elkaar gezet op een cassette. En aan Jaap afgeleverd. En die luisterde naar ze. Ja, zo gaan we het opnemen. Had ik dat maar geweten, ik had mee moeten tekenen op die hit. Ja, het ging in belang van de groep, weet je wel. Ja, Arnie was natuurlijk wel zo slim om even de bridge te maken. Dus, hoppatee. Ja, ja. Okay. Maar dat moet ik er wel bij zeggen, dat is niet voor alle fans leuk om te horen. Maar hij stond het met zo'n lang gezicht, stond hij die nummers in te zingen. Want dat was niet van hem. En toen het de nummer 1 hit werd, toen ging het shirtje ging open. Worstje vooruit. Van, hey, ik heb een nummer 1 hit, jongens. Ja. In plaats van wij dus. Daarna is ook de band eigenlijk uit elkaar gevallen. Dat zie je als je succes hebt en er komt veel geld binnen. Gaat met de beestenband zo. We gaan naar muziek. Afgelopen. Ja, we gaan even naar Henk de Nijvel in de Jazz met The Guitar King. Ook mooi.
Ja, dat hoor je niet vaak, een liedje met een zesnarige bas. Dat was Henk de Nijf en de Jets met... Guitar King. De Guitar King. Dat kan best wel eens een hit worden, als ik het zo hoor. Het was toch al een hit? Ja. Het was volgens mij al nummer 2 in Nederland. En het was volgens mij een hit in België en Duitsland. Ja, België is hij nummer 1 geweest. In Duitsland is hij geloof ik ook op 2 blijven hangen. Maar in Nederland, dat was het ergste. Daar bleef hij 4 weken op nummer 2 staan vanwege dat leuke kikkerliedje van die Roger... Roger Glovers. Kan die man wel... nou ja, goed. Okay. Je kunt geen kikkers meer zien, zeker? Nee. Ja, sowieso is een oerend hart van normaal ook niet op één gekomen, omdat de guys in Dolls ervoor zaten. Ook dus, leuk, ja. Het gebeurt toch, maar je hebt wel je persaandacht gehad in die tijd, want de band schoot natuurlijk omhoog. Ja, dat klopt, ja. Maar ik zat er toen niet in, hoor. Ik zat toen bij Long to Ernie en Henk die zei van, kom bij mij in de band spelen. Maar ik kende Henk een beetje in die tijd. Ik denk, dat gaat nooit lang duren. Daar heb ik al gelijk in gehad. En ik ben bij Long to Ernie gebleven. Jij bent bij Long to Ernie gebleven? Ik ben pas eind jaren 90 bij Henk komen spelen. Oké. Okay. Voor die tijd heb ik altijd allerlei andere dingen gedaan. Want ik begreep uit jullie biografie dat Henk eigenlijk zijn eigen muziek wilde maken. Hij kon zich niet meer verenigen met Long to Learn. Hij is er toen uitgestapt. Nee, dat is niet helemaal waar. Want dat kwam er ook wel bij. Henk had, we hadden de Guitar King al samen gemaakt. Ja. En die hebben we toen laten horen aan Arnie. Maar ik wist eigenlijk van tevoren al de uitslag. Want hij zei, nou, daar vond hij niks aan. Dat was een nummer van niks. Nee. Dus het was heel leuk als toen ik bij Long to Learn speelde en ze kwamen mij thuis ophalen. En dan vroeg de bassist altijd, hey Ellen, hoe hoog sta je deze week? Ja, nog steeds op nummer 2. Hij had een gezicht moeten zien. Dat was een beetje toch wel leuk, weet je. Hij keurde het af en het werd een hit. Nou, prachtig. Okay. Wat straft onmiddellijk. Ja, dat zeggen ze. Ja. Wat verwacht jij? Er wordt dus een Sarasani-festival georganiseerd op Texel. Dat is een plaats waar heel veel... Nou, zeg maar, de hele, alle Nederbeat legends hebben daar gespeeld. De meeste mensen, of de bands herinneren dat ook, omdat ze niet van het eiland af konden. Mm-hmm. Wat is jou daar nou nog heel specifiek van bijgebleven? Ik heb Dick wel eens gehoord, die zei dat bè van die schapen of zoiets. Maar wat is jou specifiek bijgebleven? Die schapen heb ik nooit gehoord, want dat sliep ik al waarschijnlijk. Maar nou, ik vond het gewoon een hele, hele spannende tijd. Er gebeurde ook veel natuurlijk in die tent. Hè. Er werd minstens 1 keer in de week de kluis leeggehaald door wie dan ook. Er werd er ingebroken. Bier verdween er. Daar hadden ze wel eens een mooie gaas omheen gedaan, maar dat werd dan weer kapot geknipt. Bij ons zelfs de gehaktballen trouwens. Ja, er werd altijd van alles weggehaald en zo. Maar daar hebben wij verder... Wij waren eigenlijk best wel een keurige band. Want blowen deden wij niet. Wij dronken bier. Maar we gingen ook op een redelijke tijd naar huis toe. En de volgende dag was het een beetje lekker aan het strand zitten met zo'n strandtent. Je kwam de tijd daar wel leuk door. En in de weekenden hadden we weer optredens op het vasteland dus. En je had het straks over dat iedereen stoned was. Was dat werkelijk zo erg daar op Texel? Daar werd wel regelmatig een verboden sigaretje opgestoken, ja. Het is zelfs nog zo dat ze daar Arnie Treffers een keer gearresteerd hebben. Die heeft geloof ik een dag of 3-4 daar op politiebureau gezeten. Nou, dat is dan heel gebruikelijk bij bands. Want ik kan me ook nog herinneren dat Jan van Os een keer met de politie in aanraking is geweest. Dick, of niet? Ja, het was zo dat ze mochten niet meer echt drinken en zo. Maar dan had je nog geen blaaspijpje. We waren met 10 man in de auto. En op een gegeven moment zei Oxo van... Nou, als de politie me nou aanhoudt, dan ben ik de lul. Hij zei het een minuut later. En dan moest hij dus uitstappen. En op een gegeven moment zei die agent zo van... Ja, heeft u gedronken? Wilt u? Nou ja, het maakt niet uit. En toen had je nog geen blaaspijpje. Dus dan moest je gewoon over een streep... over het midden op de weg over een streep gaan lopen, weet je wel. En als je van de ene streep naar de andere streep kon lopen, dan was het oké geweest. Nou, en op een gegeven moment werd Ox een paar keer getold door de agenten. En op een gegeven moment, nou, loopt u maar over de streep. Ja, zei Ox, ik zie geen streep. Maar hadden we gelijk op dat moment, daar waren het net geen strepen. Er was net een eentje verderop. Maar in ieder geval, hij is er goed mee weggekomen. Maar ik denk dat hij zeker 30 glazen bier op had. Zo. Nou, ik ken iemand die kan alleen maar over een streep lopen als die dronken is. Hoe was dat met collega-bands in die tijd? Was dat allemaal vriendelijk of was dat onderling strijd? Hoe werkt zoiets als je op zo'n boerderij bent? Daar had je weinig last van. Omdat wij dus de stille avonden vulden. Dus dan zag ik bijna geen andere bands. En die jongens die in het weekend kwamen, ja, dan waren wij alweer weg. Dus echt veel contact heb ik niet gehad. 1 keer, ja, een leuke anekdote. Dat was de groep Panda.
Panda. En daar zat Rob Kruisman. Kruisman. En Jaap van Eyck. Jaap van Eyck en hoe heet die drummer ook weer? Nou ja, goed, maakt dat niet zo ver. Maar die saxofonist, dat was een heel apart figuur. En die riep altijd van, ik hou altijd nauw contact met de bar. Op dat moment leunde die tegen onze zangzuil aan. En flikkende met zangzuil en al zo, boom, naar beneden toe. Dat noem ik nog eens nauw contact met de bar houden. Ja, en dat podium was nog wel een meter hoog. Ja, dat was een vrij hoog podium. Ja. Ja. We gaan eerst weer naar muziek. Ja, een nummer van Long to Learn in Shakers. En dat is getiteld All Right. Abrupt eind. Ja, korte nummers, hè? Long to Learn and the Shakers met All Right, denk ik dan, hè? Ja, 2 minuten. Echt lekker kort. Nou ja, vroeger had dat je was in de jaren zo geklopt. Had je 2 minuten liedjes. Ja, ja. Ja, je bent net even afgebroken daar waar die nog verder ging. Ja, nee, niks van. Dat hebben we in de studio gedaan. Het scheelt in de tijd, ik geef het toe. Ah, die plaatsen er gewoon weer tussen. Sarrazani Festival op Texel, daar praten we over. Dat vindt plaats op 4, 5 en 6 september dit jaar. Het is een uniek festival. Er komen echt jaren 60 legends in voor. Als ik even naar Ellen kijk en naar Dick, dan zal de naam The Shoes, Henk de Nijf in de Jets uiteraard, de Zips uit Dordrecht, Jan Rijbroek bent. Dat is interessant. Iedereen denkt Jan Rijbroek, wat heeft nooit hij nou van met, ja, met Texel te maken? Maar Jan Rijbroek heeft als gitarist gespeeld in Sarrazani met de band Sense of Humor, met Amsterdam, die ken je waarschijnlijk wel. Lucy is the one, Indian Summer, geloof ik. En met de Outsiders zelfs nog. Oké. Wat ook bijzonder is, Ruben Hoeke, de zoon van Rob Hoeke. Ja. Dat is wel een heel mooi verhaal, want Rob Hoeke was verliefd op uiteindelijk wat de moeder van Ruben is geworden. Ja. En die stond daar achter de garderobe en die verkocht gevulde koeken voor 30 cent per stuk. En let op, 3 voor een gulden. Ja. En het volk was zo stom dat ze het niet in de gaten hadden. Een zakenman. Ja, en Ruben Hoeke die treedt dan op samen met, en dat is best bijzonder hoor, met Ilko Gelling. Okay. We hebben dus inderdaad iemand gevonden die uit de QB-historie komt. Nou ja, er komen nog Texelse bands, The Creatures, The Typhoons en whatever. Dat is een soort band dat stresselt. Heel jong op dit moment, maar spelen de sterren van de hemel. En wat een hele leuke is, dat zijn de Tigers uit Groningen. De Tigers uit Groningen die hebben in het openingsjaar gespeeld, 1966. En met dat ze naar Sarrazani moesten, verliet de gitarist de band. Toen hebben ze een bevriende gitarist uit Amsterdam gevraagd, Jos Evers. Die heeft op dit moment een hele mooie Facebookpagina over de Beatles. En George Evers heeft meegespeeld. En een jaar later hebben de Tigers hun naam veranderd in de Tykes en hebben daarmee in het voorprogramma gestaan van de Rolling Stones op 15 april 1967 in de Houtrushallen in Den Haag. George Evers was er niet bij, want die speelde op dat moment in de Star Club in Hamburg. Dus
een hele bijzondere band. Wij ook, hè? Wij ook, Star Club? Ja, ja. Ik ook. Ik ben de groep Turbo. Jullie hebben allemaal gespeeld? Ik heb Star Club gespeeld met Moon. We hebben hem in de Keizerkeller met Long to Earn in de Shakers. De Keizerkeller was een van de eerste. Waar de, voordat de Beatles naar de Star Club gingen, dus in de Keizerkeller. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik weet wel, de Star Club, dat was wel heel mooi. Maar ik weet niet of ze nou... Zou in de jaren 70, jullie waren er in de jaren 70 dus. Was er nog iets van de jaren 60 sfeer nog, denk je? Toen wij er waren, dan moet ik even denken welk jaar het al dat is geweest. Dat was nog met Moon, dus dat moet geweest zijn. 69, 70 ongeveer. Jij voor die tijd? Nee, wij pas in 1980. Oh, dat was nog niet meer op de Grote Vrijheid? Ja, nee, dat was gewoon de Staarclub. En dat was gewoon beneden, ging de trappen naar beneden, was in de kelder. Ja, dat is de Staarclub. Ja. Ja, maar de Staarclub, wij hebben daarbij... Nou ja, wij. Maar Moon was 3 weken voordat ze dichtgingen. Daarna is het op die Grote Vrijheid een seksclub geworden. Nou, dat kan wel kloppen. Zijn we ook wij waren ook op zoek naar de Starclub natuurlijk. Toen kwam toevallig in die tent eruit. Ik moet zeggen, ik weet wel dat ik was toen nog een beetje een groentje, om het zo te zeggen... En we speelden daar met Turbo. En ik denk, wat zijn toch mooie vrouwen? En 90% mooie vrouwen. En ik denk, hoe kan het toch? En pas jaren later in de gaten. Ze waren ook aardig tegen je. Dat kon wel eens even de dames van plezier zijn geweest. Ja. Je bent nooit oud om te leren, Dick. Maar dat was dus in 1980. Maar goed. Oké, wat treedt er nog meer op? En die namen zullen jullie ook wat zeggen. Cas Lux, Isaac Boom. Isaac Boom is de vaste begeleider geweest van... Joep van het Hek, dus dat is ook wel bijzonder. En een hele leuke act vind ik de Happy Hippies on Tour. Want de Happy Hippies on Tour, dat is een band... die bestaat uit de Happy Tunes. En die spelen liedjes als Van Loving Spoonful, Scott McKenzie. Echt die The Summer of Love liedjes. Ik hoor het al. Ja, dat zou goed kunnen, want ze begeleiden ook nog Armand. En ze begeleiden de Nederniel-jongen uit Veendam. Oh, dat zit helemaal goed. Helemaal goed. Waarschijnlijk kunnen we daar wat van leren. Blow your mind out. Ja. Hoe was dat met blowen in jouw tijd, Dick? Want we gaan het even over Threshold hebben. Nou, ik moet zeggen, ik heb nog nooit in mijn leven gebloot. En ik kan het helemaal niet, dus ja, sorry. Nooit verkouden geweest ook? Ja, verkouden ben ik wel geweest, ja. Nee, maar ik ben altijd, meer van bier of van wijn of zo, maar blowen... Op een of andere manier, ik krijg die hier ook niet... Naar binnen. Naar binnen, ja. En dat zal wel een afwijking van me zijn. Maar volgens mij is dat kant, normaal. Hoor, misschien wel mijn redding. We weten veel. Ja, de redding. Ja. Nou ja, je hoort wel eens dat muzikanten een enorme afglijden door drank en drugs. Ja. Denk aan Herman Brood. Ja. Nou ja, heeft Herman Brood nog bij Moon gespeeld? Nee, bij de Moons. Bij de Moons? Dat was van 1964 tot 65 ongeveer. Dat was zijn eerste band in Arnhem. Daar speelde ik toevallig ook in. En Alfa Sakket, die nu ook nog steeds in Henk ten Huis speelt, die speelde daar ook in. Okay. Dus wij hebben wat dat betreft een lange geschiedenis. En met een geweldige figuur gestart natuurlijk. Want dat vergeet je nooit meer. Ja. Eén keer met Herman heb gespeeld. Ook, hij was toen 18. Maar niks veranderd. Door de jaren heen niet. Niks veranderd. Een bijzondere man. Ja, een bijzondere man. Ja, die heeft mij wel op een of andere manier ten goede dan beïnvloed. Ik kreeg bij hem een heel ander idee van... Oh ja, zo kan het ook natuurlijk. Hij was een vrijgevochten jongen. Ja. En ik kwam uit een redelijk keurslijfje. Mijn vader was militair, dus dat zegt al genoeg. Ja, ja. En Herman, dat was een hele andere wereld natuurlijk. En dat vond ik best wel interessant, ja. En ik ben ook eigenlijk door hem in de muziek blijven hangen. En wat ik zo straks aan Dick al vertelde. Ik ben er een keer mee gestopt. En door Herman ben ik weer teruggekomen in de muziek. En sedert die tijd niet meer gestopt. En nu gaat het door tot... Die 6 plankjes. Helemaal goed. Wat voor repertoire speelden jullie destijds op Sarrazani? Nou. Peter, voordat we over Threshold verder gaan... Ja. Gaan we eerst wat draaien van Threshold. Oh, dat is dus ook goed. Ja, dat ook leuk. Ja. Ja. There she stood... Smiling from her head to her feet. I said, hey now, what is this? No, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now don't you wait or hesitate. Let's move before they raise the parking brake.
let me tell you now. I took her home, yeah, to my place. Watching every move on her face. She said, look, what's your game? I try to put me in a shame. Baby, I said, slow, slow, don't go so fast, fast. Don't you think that love can last? Well, she said, love, light above. Uitvoering 2013, Dick. Ja. Hoe is dit opgenomen en waar? Dit is bij mij in de studio, in SNK studio opgenomen in Doetinchem. Dit hebben we opgenomen ter gelegenheid van een documentaire. Ja. En moest dan de aftiteling worden. En, nou, hebben jullie de programmamakers, daar ben jij onder andere, ja, gevraagd van, nou, zal dat nummer niet zijn? Nou, prima. Nou, we stonden in de studio, al onze instrumenten gemaakt als het ware. En op een gegeven moment, ik zei, jongens, laten we maar beginnen. Nou, we gingen beginnen. Ja, moeten we niet geen afspraak maken? Nee, laten we gewoon beginnen. Maar ik zet natuurlijk wel even de recorder aan. Of in ieder geval de Pro Tools recorder. En het was klaar. En ik zei, jongens, we zijn klaar. Huh? Huh? En wij moeten toch even... Nee, nou, maar is het toch perfect zo? Nou, dan hebben we wat dingen veranderd. En nou, de basgitaar even goed erin gespeeld. Nou, pas onze gitaren. Binnen 3 uur was het nummer opgenomen. En daarna nog op de mix. Maar het was gewoon spontaan. Leuk. Ja. Ja, en het is toch een eigen leven gaan leiden. Want Optimaal FM, die draait hem nog regelmatig. Ja, hij staat in de computer, dus dat komt gewoon regelmatig voorbij. Ja, en daar was een liedje van. Weet je dat nog, Dick? Dus, oh, nou, van Band Free. De Band Free. Ja. Free. Ja. En dit repertoire speelden jullie op Sarasani? Ja, right now, maar ook heel veel nummers van Brainbox. Van Agent, Hold Your Hand Up. Hold Your Hand Up, ja. Led Zeppelin, dingen. Stairway to Heaven? Stairway to Heaven, ja. Eigenlijk dat soort dingen. Maar toen speelde alleen nog maar covers. Okay. Hoe is het met Bert zijn stem? Bert Hering zijn stem op dit moment? Nou, Bert die zingt beter dan ooit. Ik bedoel, die gozer heeft een geweldige conditie. Nou, een
Bert is echt onvoorstelbaar dat iemand op zo'n leeftijd, hij is al 60 jaar, dat hij nog steeds zo geweldig goed kan zingen. Nou, dat komt zeldzaam voor, echt waar. Ja. Ja. Nou, daar moet ik blij mee zijn. Ja, absoluut. We hebben ook een liedje. Ik heb er eentje uitgezocht van een wilde band vroeger. Ik denk dat Ellen ze ook wel vaak gezien heeft. De Roadies, ken jij die nog? Ja, Groningen. Ja. Ja, of Groningen, ja, ja. Of Oude Pekela, daar uit de buurt. Ja, dat is gewoon Groningen. Provincie Groningen. Dat is provincie, ja, Groningen. Dat zeg ik. Ooit wel eens met hun op een festival gestaan? Of? Volgens mij niet, kan ik me niet herinneren. Nee. Volgens mij heeft die drummer wel eens bij mij in de studio wel eens opgenomen. Maar ja, dat wel bijna zeker, ja. Zou kunnen, ja. Maar wat voor muziek ze speelde, ik zal het niet weten. Ken jij de Roadies niet? Nee. Nou, we hebben een wel de naam, maar ik bedoel... Ik vind het namelijk zo leuk, omdat Dick die blijft nog steeds rocken met Threshold. En tegenwoordig speel je ook nog in andere bands. Turbo, onder andere. Ja, en Ellen is ook nog helemaal into Moon en Hank the Knife en de Jets. Dus ook rock en roll. Moon is bij elkaar gekomen voor dit festival. Ah, dat is leuk. Want we hebben daarvoor die tijd, dat is de laatste keer dat we opgetreden, was 19 jaar geleden... Ik kreeg bijna elk jaar wel een telefoontje van Jaap Dekker. Van, oh, kunnen we niet een keer weer Moon doen? Maar meestal was het Mario, niets ten nadele ervan. Die zei van, nou, daar heb ik geen zin meer in om dat te doen. Toen kwamen we dus met Jan Blij in aanraking, die het boek schrijft over Sarrazani. En klopt. Toen was het in één keer van, ja, dan kunnen we eigenlijk best wel weer wat gaan doen. Dus we hebben de lijst uit 1971, wat we toen speelden, erbij gehaald. En daar zijn we nu mee aan het repeteren. En Jaap Dekker van een groen knollen knollenland doet ook mee? Ja, die doet mee. Ja, ja, ja. En die beheerst het ook nog? Ook nog steeds, ja. Dat zal hij niet gauw verleren, denk ik. Ah, super. Ja. Peter, weet jij of er nog meer bands zo samen zijn gekomen naar aanleiding van dit festival? Nou ja, de Tigers die zijn bij elkaar gekomen. De Zips, die bestaan nog. Threshold. Threshold, die komt eigenlijk bij elkaar. De Creatures, de Typhoons komen bij elkaar. En dan die unieke combinatie Ruben Hoeken met Ilko Gelling. Dat is toch bijzonder. Ja. En het festival heeft ook artiesten die de muziek van de jaren 60 hoog in de vaandel hebben zitten. En dan praat je over mensen als Jaco Gartner, die eigenlijk een beetje de muziek van de oprichter van Pink Floyd, ik ben even zijn naam kwijt, maakt. Oh, ja. Sid Barrett. Sid Barrett, precies. En we hebben de Kick, die ook typisch jaren 60 muziek maakt. En we hebben de Def, dat is featuring Spike. Spike is natuurlijk van Direct, maar die heeft altijd Substitute op zijn repertoire staan. Dus echt jaren 60 muziek. We gaan nu even naar de Roadies. Maar we gaan even naar de Roadies. En het leuke is, jullie zijn er nog volop. Wij hebben een versie van de Roadies dat ze knallen zoals het in 1967 op de hitparade staat. Maar ze zijn wat ouder geworden. Ja. Take her home.
Can't you see that she is wanting more? Take her home. Here she comes in the right night time. Take her home. Take a chance, you won't never mind. Ja, ik vind het geweldig, maar als ik jullie zo hoor, vinden jullie het toch wat minder? Ja, te weinig rock en roll. Sorry, van de laatste versie word ik niet blij van. Persoonlijk. Een beetje geranium rock. Ja. Geranium. Of je moet echt de grond rondleggen. Sansevieria rock. Of je moet niet meer zien zitten. Whatever. Ja. Nee, nou, ik vind het toch een hele bijzondere opname. Uiteindelijk gaat het om het liedje. En het liedje kun je natuurlijk arrangeren in allerlei vormen. En nou, ik vond het wel aardig. Dat is zo aan het strand bij het kampvuur. Prima ja. Nummer. Ja. Helemaal goed. Nou, over Texel gesproken, op het Sarasani Festival komen natuurlijk ook nog een paar hele grote bands. Of een paar hele grote bands. Ook Nederbeat Legends. Ja, ook wel een grote bands. Zoals Masada, dat is een vrij grote band. Met hoe heet die conga spelen ook alweer. Nippy Noya erbij. Ja, en Rudy de Quelju, die vroeger bij Dragonfly en Brainbox speelde. Ja. Okay. My Brainbox treedt erop met zang van Bert Herink. En Jantje Akkerman doet natuurlijk mee. Dus Bert Herink geeft twee concerten op Texel. Ja, wel uniek, hè? Ja. En de Bintangs, die komen natuurlijk ook. En de Bintangs, die, toen wij de band de Bintangs contracteerden, zeiden ze gelijk van, weten jullie hoe hard we spelen? Geen idee. Maar weet je hoe hard wij al niet spelen? Wij spelen hard, zei hij. Nee, we moesten er wel rekening mee houden dat het hard ging. Nou ja, toch maar doen. En Focus komt natuurlijk ook met Thijs van Leer. Nou, die kennen we ook allemaal. Hocus Pocus, Sylvia, al die liedjes. Dat was natuurlijk een combinatie met Jan Akkerman. Wat ik bijzonder vind, en dat is ook wel een meneer die heel veel bereikt heeft, ook in Nederland, dat is Hans Vermeulen. Hans Vermeulen en zijn broer Jan, die speelde vroeger natuurlijk in Sandico's. Daar hebben ze hitjes mee gehad. Daarna heeft hij Anita Meijer. Rainbow Train. Rainbow Train, trouwens ook met Jan Riepman, hè? Daar zouden we het toch niet over hebben. Oh ja, sorry. Maar in ieder geval met Rainbow Train heeft hij wat gedaan en allerlei producerswerk. Maar in 1980 kwam hij eigenlijk weer terug. Met een heropgerichte Sandico's. Het heeft niet zo lang geduurd. Daar gaan we ook naar luisteren naar een liedje. Bijzonder vind ik wel, Hans Vermeulen leeft tegenwoordig op Thailand. Ja, of ergens in Thailand met een waarschijnlijk een jonge vrouw van 23. En een Nederlandse AOW waarschijnlijk. En een Nederlandse AOW. En dat is daar voldoende. Kun je daar prima lezen. Ja, precies. De gebraden aardige gang. Maar ze kwamen terug met Sandico's. En het is eigenlijk een juweeltje geworden uit de nederpophistorie. Heb je hem klaarstaan, Sebe? Hij is daar klaar. Dat is Eyes of Jenny. Jenny was only 9 years old. Kid sister of someone I know, and she was pretty. Ooh, yes, she was. She was a gorgeous little girl, happiest thing in the whole wide world, and she was pretty. Ooh, yes, she was. And then I left the place to become a man, and I never thought I'd see her again. And I even failed remembering her name. But the other night at the Studio 54, she came suddenly walking through the front door, and she said, het is heel vervelend, maar een uur is zo voorbij. Ja, nou is toch. Helaas. Ja. Peter, dit was de eerste van de drie luik. Ja. Wanneer is nummer twee? Die is ergens in juni en de derde is in juli. En de volgende keer neem ik de auteur van het boek mee, de heer Jan Blij. Die maakt een fantastisch boek over Sarasani. Dus dat is uniek dat een poptempel beschreven wordt. Over Paradiso is nog nooit wat geschreven, geloof ik. Dus dat wordt ook een bijzondere uitzending. Nou, ik zou zeggen, we verheugen ons er weer op. Ja, absoluut.
En ja, mag ik jullie heel hartelijk danken voor de komst naar de studio? Ja, dat super. Mag. Mijn Giro-nummer is... Oh, mijn rustig nummer. Liechtenstein. Liechtenstein. Oké. Okay. En met de volgende keer misschien. Tot de volgende keer. Ja, doei. Doei. The peace of mind.